Yeah. Wait. Challenge, 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 challenge by Swiss for a net fold. Score is wrong. Zoals je zei, maar het is ook wat lastig dat het punt dat al bekend was, in eerste instantie weer terug moet. We have a wrong scoreboard. Score on the scoreboard. That's okay. It's 4-2. En dan is het stand 4-2. Thank you.
toch nog even aan het wachten zijn, dames en heren. En die ook elkaar. Om het wachten wat gezelliger te maken. En steeds een beetje sneller en meer en dubbel. Doe je ding! Als je geen papier zorgt, twee keer zo snel. Thank you.
Thank you.
Sanchez, Brazil. Dat het verband de oorzaak is. Zij zal gaan zometeen hoogstwaarschijnlijk voor een medical time-out. Ja, daar zit ik in mijn tijd. Toen ik nog jong was, toen gingen we op dit moment ongeveer naar de disco. Tegenwoordig. Dus in het moment dat de jeugd elkaar wel opzoekt, maar zich dan thuis volgens mij helemaal de leer in drinkt. Maar dat is een geintje natuurlijk, maar die van mijn kinderen wel. Maar dus, als we dan naar de disco gingen, denk ik ook dat het tijd is voor een beetje disco. Ik wil de vraag aan de oranje tribune. Laten we allemaal even gaan staan. Nu zijn we als voorbeeld voor de rest van de publiek. Alle oranje tribune, laten we even gaan staan. Nu ik zou er geen boek voor maken. Maar jongens, wij gaan eens hier. Maar ik heb een goed bij staan. Alle vier dames weer binnen de lijnen gaan we Den Haag weer laten genieten van Beach Volleyball. Carol en Antonelli against Kimberly en Bescha. Yes.
namelijk het beeld op tv. En dat in de slow-mo zit. En dan moet de scheidsrechter ook even wachten. Nu zit het goed. Het los. Wat? Daarom halen we ze terug met heel veel in. Afgesproken vandaag. We hebben een goed beweging, want hier wel lang gaan. Als je lang kinderen bent. Zijn we klaar voor vandaag? Ja. Ik heb de laatste
servers daarmee wel een punt gepakt. Want die dan ook al de eerste set wist te winnen. Dat doen ze natuurlijk goed. Playing with the rules. Ik denk dat het verstandig is dat ze zou stoppen en morgen misschien kans maken om rond te winnen. Maar als ze zo meteen klaar zijn, ja, hij moet natuurlijk nu wel doen alsof het echt is. Hè. Dit is een mooi voorbeeld van de acteerclub. Mag ik één applaus? Ik ben het wel. Se bater, se for na rua, vai bater no meu bloqueio. Tô atrasando tudo, tá? Você fez um tempo, fica ligado. Aí eu fui pro meio, tá? Aí você ficou, você voltou, aí eu me quebrou, deu uma quebrada no meu. Caralho, gelada no pé. Tá tafel, por u in de uitdaging, zei Vines. Ik dacht dat ik het wist, durfde het even in eerste instantie niet te roepen, maar het is bevestigd. Je kunt maar één keer een medical timeout aanvragen als speler. Geen twee keer, dan ben je klaar. Lijkt het logisch natuurlijk, hè? Als kun je even stoppen achter allerlei medical timeouts. De ploeg uit Zwitserland deed het heel slim. Doet het nog steeds heel slim. Van de ene die geen stiekem handjes heeft gebruikt. Maar ik denk dat er wel gediscussieerd wordt of dit legaal is. Als ze het niet afbreken. Maar voorlopig, als de regel is dat een andere speler ook een medical timeout mag hebben. Dat is het gebruik of het buiten van de regels. Nou,
Het is wel een wedstrijd met allerlei rappen en leuke dingetjes. Ik zeg een feestje wel op de tribune, dan gaan we gewoon door. Dan blijven we doorgaan en hopelijk bent u er morgen ook bij die feestjes voor de halve finale van de ballen. Ik sta aan mijn glas en zo voorkom ik. Als ik ergens naar achteren kijk, jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het oude lijf. Ja, ik weet wel, ik probeer het mij nu te testen. Dit is mijn ja, daar zit ik hier dan ja. De cameraman gaat weer als rond in het stadion op zoek naar de grootste glimlach. Van Den Haag. Dus als je een glimlach hebt, dan weet de camera wel niet te vinden. Your hands.